Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Jago Ontdekt. Ben jij ook zo benieuwd wie er vandaag weer te gast is? Luister dan snel verder en ontdek het bij Jago Ontdekt. Ja. Maar goed, dat was voetbal. Ja, dat zijn leuke dingen. Om weer aan terug te denken. Ja. Nee? En daar ben ik eigenlijk gaan werken, studeren, vader geworden en allerlei andere dingen. Ja, andere belangrijke zaken natuurlijk naast het voetbal. En je hebt natuurlijk, we hadden het al over de businessclub, dat die onwijs belangrijk is natuurlijk voor de club zelf. Absoluut, dat is de kurk waar we op drijven. Ja. Zo kun je het wel stellen. Ja. Hoeveel bedrijven hebben zich aangesloten bij de club, zeg maar, ZZ Leiden? Ik denk dat we op dit moment op een 110... Dat is 15 bedrijven zitten. Ja. En ja, dat is een beetje gestagneerd natuurlijk. Hè? Want we zaten eigenlijk weer in een nieuwe groeifase. Vanaf 2018. Ja. Ja. En toen... Dat is natuurlijk een beetje stilgevallen. Ja, dat is een bekend verhaal. Nu is het even afwachten hoe dat weer opgepakt gaat worden. We hebben er weer een paar nieuwe bij. Dus nou, maar eens kijken of het weer een nieuwe groeiimpuls kunnen geven. Want hoe lang zit je zelf nu als voorzitter natuurlijk bij de club? Nou ja, we zijn in 2006 begonnen, dus het afgelopen jaar was het 15e jaar. Dus dit wordt het 16e jaar. Ongelooflijk. Ja. En dat moet je natuurlijk ook een stukje trots meegeven, zeg maar. Van eigenlijk scratch heb je dat was helemaal neergezet. Niets. Ja, dat was helemaal niets. En wij hebben gewoon twee stichtingen opgericht. Eén. De Eredivisie organisatie, zo te noemen, echt de sportorganisatie. En aan de andere kant de commerciële organisatie, dat is de businessclub. Ja. En als je nou gaat kijken, we hebben nu 15 jaar achter de rug. Ik zeg, de eerste 3 jaar hadden we nodig om op te bouwen. Ja. En 2020 is er geen landskampioen en bekerwinnaar geweest. Dus nee. 4 jaar tel ik niet mee. Nee. Dan hebben we het over 11 jaar dat wij serieus hebben meegedaan. Ja. Dan hebben we 3 keer een landskampioenschap. Het zijn al eigenlijk hoogtepunten. Die eigenlijk 3 keer de Nederlandse beker, dat zijn er 6. 2 keer de Supercup, dat zijn er 8. En dan ga ik vervolgens kijken hoe vaak wij om de Supercup gespeeld hebben die we verloren hebben. Dat zijn er ook nog 5. Ja. Dat zijn er al 13. We hebben er nog 3 keer een bekerfinale verloren. Ja. Dat zijn er 16. En hebben we ook nog 2 keer de finale om het landskampioenschap verloren. Krankzinnig eigenlijk. Dat zijn er 18. Ja. Dus in 11 jaar hebben we 18 finales gespeeld. Ja. Dus ja, betekent gewoon dat je structureel meedoet aan de top van het Nederlandse basketbal. Ja, want uit hoeveel teams bestaat, De Eredivisie? Ja, de Eredivisie. Nou, de afgelopen jaar hebben wij met 12 teams gespeeld. Ja. En we gaan nu natuurlijk met de ingang van dit jaar samen met de Belgen. Ja. Het is een soort Benelux-achtig. Ja, B-Next heet dat, B-N-X-T, B-Next League. En wij trappen af op 11 september in de Maaspoort tegen de kampioen van België, Oostende. Okay. Ja. Spelen we de Supercup van de B-Next. En dan gaan wij die zondag erop meteen... Oh, kijk. Ja, nee, maakt niet uit. Het is allemaal live, het mag, hè? Die knip ik er ook niet uit, Marcel. Dat is helemaal goed. Ik zet het wel even zacht. Nee, joh, rust eraan. Geen probleem. Nee, dan gaan wij, zoals het er nu naar uitziet, zondag naar Italië. Want wij spelen de kwalificatie voor de Champions League, Basketball Champions League. En dat doen ze vooralsnog in een bubbel. Normaal gesproken zou je uit en thuis een wedstrijd hebben. Dat nu niet, met 6 ploegen. En 4 keer... Speel je een toernooitje eigenlijk, als het ware? Nee, geen toernooi. Nee. Het is gewoon kwalificatie. Wij spelen op maandagavond, vlies je, kan je naar huis. Oh, nou, dat is lekker. En we spelen tegen Mons, een Belgische ploeg. Win je, dan speel je woensdagavond weer in Italië. Verlies je, dan kan je alsnog naar huis. Dan gaan we donderdag weer naar huis. En als je wint, dan speel je vrijdagavond de 3e kwalificatiewedstrijd. En als je die wint, dan ga je naar de poolfase van de Champions League. Dus eigenlijk best wel pittig. Dat is een heel pittig weekje. Want als wij op zaterdag thuiskomen, dan spelen we op zondagmiddag meteen de Supercup van Nederland tegen Weert. Dat is een aardig vervoer en planning, hoe je dat allemaal... Ja, dat is wij starten nu eigenlijk, normaal gesproken starten wij de eerste week van september. Ja. Nu zijn we al half augustus begonnen. Normaal gesproken de competitie begint de eerste week van oktober. Ja. Wij spelen nu al de Supercup op 11 september. Dus betekent gewoon dat we 3 weken eerder officiële wedstrijden spelen.
En als wij aan de achterkant gaan kijken, dan duurt het seizoen ook nog eens een keer 2 weken langer. Want de play-offs van de benen lopen nog tot half juni. Dus het, seizoen is behoorlijk opgerekt, kunnen we wel stellen. Dus dat is een heel proces wat daar aan vooraf gaat natuurlijk. Ja, en het vergt nogal wat van de organisatie, ook financieel natuurlijk. Ja, mensen moeten allemaal een maand langer betaald worden. Ja. En we hebben allerlei meer kosten. Dus meerdere uitdagingen om het zo maar te noemen, om het allemaal weer voor elkaar te krijgen. Ja. Hey, even terug naar de heren, zeg maar, die nu aan het spelen zijn. Hè? Die nu in, hoe bouw je zo'n team op? Want je moet natuurlijk ook de spelers gaan binnenhalen. Hoe gaan die besprekingen? Hoe gaat het in zijn werk? Hoe gaat zo'n proces? Nou, kijk, wij hebben, dit jaar hadden wij de luxe, om het zo maar te noemen, dat wij al 3 Nederlandse spelers onder contract hadden voor dit jaar. Dus doorlopende contracten. Ja. Dat hebben we niet vaak. Dat was al een luxe. Wij hebben eigenlijk een technische commissie. Waarin de hoofdcoach zit, waarin bestuurslid technische zaken en nog een 2-tal mensen. Ja. En ja, die doen allerlei analyses op basis van onze wensen. Dan, dat is het mooie van basketbal. Basketbal is natuurlijk toch een statistische sport bij uitstek. Zeker. Dus van elke speler liggen alle wedstrijden die ze gespeeld hebben ooit op college of in elke competitie wereldwijd. Ja, 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 ja. Daar zijn over het algemeen statistieken van. En daar zijn ook nog eens een keer beelden van. Nou, en dan is er een enorme database. Daar doen wij een eerste selectie op. En op basis van die eerste selectie gaan we een nadere selectie doen. En uiteindelijk komen daar spelers uit waarvan we zeggen, daar gaan we voor. Ja. En vervolgens worden daar de beelden van bekeken. En dan vervolgens moet je contact, moet je contact gaan leggen natuurlijk. Precies. En dan uiteindelijk, Doen die gasten al het zelf? Of hebben ze ook zeg maar echt zaakwaarnemers die ertussen hangen? Is het hetzelfde als voetbal? Ja, elke speler zit wel bij een officieel agentschap. Ja. Er zijn weinig spelers waar wij rechtstreeks zaken mee doen. Ja. Dat zijn echt uitzonderingen. Dus dat is één groot wereldwijd netwerk van allemaal agenten. Waar we uiteindelijk in de loop der jaren natuurlijk zelf ook een enorm netwerk hebben opgebouwd. Ja, tuurlijk. Want Zwitserse Leiden staat toch wel doornaargevend op de kaart. Iedereen kent ons langzaam zeker wel. Ja. Dus dat is wel dat helpt ook. En zeker een speler als bijvoorbeeld Darius Thompson, die via Italië nu naar Rusland is gegaan. En een enorme carrière-sprong maakt eigenlijk. Dat gebruiken wij ook weer. Dus ja, via maar dat is mooi, kan toch? Je in de grotere competities terechtkomen. Ja. Dus zien spelers zet het Leiden ook als tussenstap? Eigenlijk kun je zeggen dat bijna alle Amerikanen die jong zijn, dus van college komen, Nederland zien als een tussenstap. Ja. Nederland is geen eindstation. Nee. Want die jongens die zeg maar al jaren voor ZZ Leiden spelen, dan noem ik hem Worthy, jong. Ja. Die is er nog steeds? Ja. En die is eigenlijk al, zolang ik zeg maar ZZ Leiden ken, zit hij erbij. Worthy is volgens mij, wat zal het zijn? Ik denk 9 jaar bij ons. Hij is 1 jaar weg geweest. Ja. Eigenlijk, een soort clubspeler. Ja, een icoon van de club natuurlijk. Mm. En daar zijn we ook best blij mee. Want natuurlijk. Dat voor de fans zeer herkenbaar. Hè? Marijn Ververs, die vanuit BS Leiden. Ja. Dat is gewoon een jongen van Leiden. Die is helemaal hier opgegroeid. Vanaf zijn 8e speelt hij bij Leiden. Ja, dus, kun je na. Ja, dat is voor ons natuurlijk fantastisch om zo'n jongen uiteindelijk ook echt als volwaardige speler in het eerste te zien. Ja. Dat is mooi dat en mee dat speelt. Dat moeten we ook blijven stimuleren om jeugd zover te krijgen natuurlijk. Want hoe is het met de jeugd bij ZZ Leiden op dit moment? Nou ja, wij hebben landelijk gezien een redelijk goede jeugd. Ja. En dat zit niet alleen zeg maar bij ZZ, hè, want wij hebben onder 16, onder 18, onder 22 heet dat tegenwoordig. Dat is de professionele jeugdopleiding. Ja. En dan hebben we nog de hele opleiding die doorloopt in de vereniging bij BS Leiden. Ja. Daar is ook nog eens een keer afstemming over. Dus dat is een wisselwerking ook van elkaar. Ja, absoluut. Dus die lijn zit wel goed in elkaar. Hey, vond je dit nou een leuke, toffe video? Smash even op die duim en abonneer op mijn YouTube kanaal. Tot de volgende!